De panda die zit dus de hele dag in een hok in Oude Hans Dierenpark in Renen. Dat hok kost 17 miljoen euro. Van onze belastingcenten, hè? Daar hadden we ook Klaas Dijkhoff een paar maanden wachtgeld van kunnen betalen. Maar dat is naar de panda's gegaan. En die doen geen reet, terwijl onze koe, onze Hollandse koe, hè, ook zwart-wit, ook schattig, ook de hele dag aan het kauwen, die heeft geen hok van 17 miljoen euro. Die staat dag in, dag uit, op 1 bij 2 meter, steeds maar weer te hopen dat de volgende stalbrand gewoon weer bij de varkens is. En die maakt op die 1 bij 2 meter voor ons dan ook nog melk en boter en kaas en vlees. Terwijl, wat maakt de panda? Geen reet. Het enige dat wij van de panda vragen is of ze even de moeite willen doen om zo'n klein, schattig, pluizig, dierentuinkaartjes verkopend babypandaatje te maken. Maar doen de panda's dat? Nee, hè, mensen, nee. Ze zijn nog te lui om te neuken, de panda's. En dat leverde wel het allermooiste nieuwsbericht van 2019 op. Ik heb die krant bewaard. Ik pak hem er even bij. Nee, gaat wel hoor. Nee, dankjewel. Hier, Telegraaf. Weer geen panda-baby in Oude Hans Dierenpark. Renen. De twee reuzenpanda's in Oude Hans Dierenpark in Renen hebben zich ook dit jaar niet voortgeplant. Volgens een woordvoerder van het park zijn ze nog te speels. Te speels om te paren. Zou dat ook werken als alternatief voor... Nee, schat, ik heb hoofdpijn. Nee, ik ben gewoon nog te speels om te paren. En dan maak je een koprol en dan ga je lekker slapen. Een pandavrouwtje is maar 3 tot 7 dagen per jaar vruchtbaar. Ze is zeer kritisch op haar partners en heeft in gevangenschap weinig zin zich voort te planten. Nou, dat begrijp ik eerlijk gezegd wel. Ik bedoel, je zit dan al in gevangenschap en dan moet je gaan voortplanten. En dan wordt er 1 soortgenoot bij je neergezet en die moet het dan zijn. Ik bedoel, je hebt met mensen ook wel eens dat je denkt, nou, sorry, al was je de laatste op aarde. Nee, dan stel je voor, zit je in gevangenschap en dan zeggen ze, nou, heel veel plezier. Dit is het mannetje. Hij heet Jan Slachter. Ik ben toch bang dat we uitsterven, sorry. Ja. Nu dreigt dat dus voor de panda's, uitsterven. En nu overweegt de dierentuin, ik heb het niet verzonnen, hè, bij een volgende vruchtbare periode de dieren te laten kijken naar panda-porno. Nou, mijn jaar was af toen ik dat las.